Want dit was prachtig en ik zie Rinus daar glunderen en in het rond springen en terecht. Wauw. Jullie hebben het schitterend gedanst, maar Rinus, we zijn ook blij dat je eindelijk eens voor So You Think You Can Dance gechoreografeerd hebt. Eindelijk. Hoe ging het volgens jouw gevoel? Ik ben zo trots op deze man. Want het was echt moeilijk, maar hij heeft het heel goed gedaan. Ja. Anthony, hoe ging het voor jou? Het is geen groene maillot geworden, daar ben je al blij om, hè? Ik ben blij dat hij een klein beetje losjes is. Maar ja, het was hartstikke leuk om te doen. Nina... Ouch! Anna heeft me echt heel goed geholpen. En Rinus ook natuurlijk. En ja, ik ben hartstikke blij dat ik samen met Anna mocht dansen, sowieso. Ja. Ja. Laten we eens kijken wat de jury hiervan vond. Jan? Ik vind het superleuk dat Rinus iets heeft gemaakt voor deze show. Want ik ken Rinus al vanaf mijn 14e. En hij is eigenlijk een soort van verantwoordelijk voor al het slechte dat hier ooit uit mijn mond is gekomen. Dus Rinus, het is fijn dat je er bent. Afgezien van dat, Anthony, ik zit hier echt met zo'n grote glimlach naar jou te kijken. Niet omdat je het belachelijk hebt gedaan of slecht hebt gedaan of dat al je vrienden je gaan uitlachen. Maar omdat ik echt onder de indruk ben van jouw werkhouding. Dit is een soort... hoe moet ik dat zeggen? Dit is een soort van... Voor een hiphopper is dit de dansershel. En Rinus is een soort Satan dan. En jij hebt het echt... Je hebt je vleugels van de engelachtigheid eruit gehaald. En je bent er gewoon boven gaan stijgen. En dat heeft niet te maken dat je het perfect hebt gedanst. Of helemaal prima hebt uitgevoerd. Hè? Natuurlijk hier en daar een ongestrekt been en een ongestrekte voet. Maar weet je, fuck it. Want je hebt het gedaan. Je bent serieus er tegenaan gegaan. En je stond er, man. En je brengt echt een glimlach op mijn gezicht. Dus echt, echt complimenten. Het grote gevaar is dat wij allemaal aan het zoeken waren en aan het kijken waren hoe jij het deed. En dat is het grote gevaar voor Anna, dat niemand meer naar Anna keek. Nou, ik heb echt nog naar je gekeken, Anna. Je bent prachtig. Je was er voor hem. Dit is jouw comfortzone en je hebt hem er echt doorheen getrokken. En dat heb je met verve gedaan. Jullie hebben het hartstikke leuk neergezet, jongens. Goed gedaan. Marco. Ja. Ik vond het keihard. En toen ik hoorde dat Rinus ballet ging geven... moest ik eigenlijk wel stiekem keihard lachen ook. Want ik dacht, Anthony Ballet, wat? In een strakke maillot, wat? En jammer genoeg heb je dat niet gedaan, Rinus. Maar nee, Anthony, ik heb vorig jaar hiphoppers ballet zien doen... en die konden niet eens hun benen strekken, laat staan hun voeten. En ik heb er dus echt wel op gelet en dat deed je eigenlijk. Dus ik was echt de hele tijd alleen maar verbaasd van...
Hij let echt wel op je... je let de hele tijd op je technieken tijdens die dans. En Anna, props voor jou, want je hebt hem er echt wel doorheen gesleurd. En dat zie je ook. En je moest ook af en toe lachen van... een beetje harder trekken hier en daar. Maar dat deed je goed. Dus props voor jullie allebei. En... nou ja, Anthony, je hoeft niet bang te zijn dat het er idioot uitzag of zo. Want Rinus heeft er een heel mooi hip-hop sausje overheen gegoten. Dus dat zat helemaal goed. Goed gedaan, allebei. Evgenia. Ja, ik moet eigenlijk ook aan Moskou denken. Want in Moskou hebben we zo gelachen. Want als je hiphoppers daar ziet in die majo's... ja, soms was het echt lachen. Maar nu heb ik een totaal andere gevoel. Nu heb ik het gevoel van respect. Respect voor Rinus... en respect voor de dansers dat jullie samen deze dans hier op deze manier zo kunnen neerzetten. Anthony, je begrijpt het. Je bent geen balletdanser en je zal het nooit worden. Maar het is ook niet de bedoeling. Want je hebt Anna in haar eigen discipline kunnen partneren. Het is niet 1, 2, 3. Het gaat niet vanzelf in ballet... de man is verantwoordelijk voor de balans, voor het comfortgevoel van de dame. En dat heb je allemaal kunnen geven aan Anna. En trouwens, waar komen al die gestrekte voeten vandaan? Al die zachte armen van de zwaan en al die hoge sprongen. Wat heb je nog meer voor ons in de petto? Dat willen we heel graag weten. Als ik erin blijf, heb ik nog veel meer om te laten zien. Dan. Oké. There's a reason that they don't do ballet very often on any So You Think You Can Dance anywhere in the world, because you can't teach it in a couple of days and it's almost impossible to fake ballet. But after seeing a performance like this, I think maybe they'll add it in a little bit more, because somehow, some way, you made your way through that, Anthony. I don't know if you were faking it or if he can work wonders, but you were doing your thing up there. I thought he was going to choreograph it so that the whole thing was just built around her and you weren't going to do that much, but he forced you to show line and use your legs and use your feet, and you did that. And I also want to point out, Anna, it's great to see you do this, because any good modern dancer has to have strong classical training if they're going to be any good at it. And it's great that we got to see you show that off tonight, because you were amazing. Thank you both. Unaniem positieve commentaar voor Anna en Anthony.